geen muur. Mooi zo dat beeld. Dan zien we ook wat Koopmeiners nu voor hem ziet. En de handen van de Boer. Tabouni. En dan gaat het mis. Peer Koopmeiners. Van Michem. Zit het venijn hem dan in de slotfase? Van Michem. Van Michem. Oh, die valt binnen. 43ste minuut. Derril van Michem uit het niets. Zijn doelpunt. Reus zit helemaal mis. En Van Michem mag scoren. Krijgt. Zeuntjes. Leemans. Tutuarima. Tutuarima voor de goal. Daar is de 2-0. Nee, die is er niet. Dit moet hem toch zijn. Maar Schuurman krijgt zijn voeten niet goed tegenaan. Tabouni mag doorlopen. Tabouni. Van Heerten. Oh, de Boer zit mis. Tabouni. Dit doet hij knap. En goed dat handje nog van Rodi de Boer. Ja, dat is een goede reactie van die doelman. Rodi de Boer. Allemaal op de rand van de 16. Daar is de kopbal en daar is de goal. Daar is de goal van Thijs Veldhuis. De 1-1. En ik kan niet zeggen dat het onverdiend is. Want moet je een winnaar aanwijzen in deze wedstrijd, dan kun je het eigenlijk niet. En dan gaat deze Dekker er ook af, zeg. Nou, dat is ook wat. Rick Dekker mocht invallen, maar dat is van korte duur geweest. En het leek er niet op alsof Dekker geblesseerd was. Tegen buurmeester aan. Van Michem, Zeuntjes, Zeuntjes, het duwtje in de rug. En daar is de hand van Reus. Het duwtje is er wel degelijk, maar daar is ook het eindsignaal. Maar wat gebeurt er bij Ralf Zeuntjes? Nee, daar kun je geen strafschop voor geven. 1-1 blijft het hier op de Vijverberg. En dat is heel duur puntverlies voor de Graafschap tegen Jong AZ